In de Nationale Assemblée is ernstige bezorgdheid geuit over de staat waarin de Afobakka stuwdam zou verkeren. NDP-parlementariër Rabinder Permeser staat erop dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de integriteit van de dam. Hij zei vandaag niet tevreden te zijn met de uitleg die Staatsolie gisteren heeft gegeven over de situatie te Brokopondo. Er moet volgens hem een onafhankelijk onderzoek verricht worden door civiel-technische ingenieurs en waterdeskundigen. Permeser denkt dat er veel meer aan de hand is dan wat te zien is op de foto's die op social media zijn gedeeld. Wat is er daarbij aan de hand? Wat is er in de ondergrond, de situatie? Ik ben absoluut nogmaals niet tevreden over de uitleg. Over deze situatie van de integriteit van de dam heeft een onafhankelijk deskundige onder leiding van Jacobs al eerder ons de aandacht gevraagd hierover, voorzitter. Op het stuwmeer, rondom het stuwmeer, hulpdammen, worden er veel activiteiten ontplooid. Wij zullen met elkaar moeten kijken dat wij met een initiatiefvoorstel moeten komen dat we een aantal zaken hard wettelijk vastleggen, voorzitter. Wij kunnen de luxe niet permitteren om de zaken blauw-blauw te laten zoals nu als al een tijdje aan de hand is, voorzitter. De activiteiten met betrekking tot olie dichtbij het stuwmeer is een heel gevaarlijke situatie. VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi stond erop dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen tekst en uitleg kwam geven in het parlement over de situatie bij de dam. Yogi vroeg zich af of er in Suriname een handhavingsprobleem heerst. NPS-parlementariër Gregory Rusland benadrukte dat de nodige informatie moet komen vanuit de regering, omdat het volk zich ernstig zorgen maakt over de situatie te Afobakka. Weten we niet dat we daar geen goud mogen menen in de omgeving? En gebeurt het vandaag, gebeurt het gisteren, vanaf wanneer is het? Laat de minister van NH hier komen en laat de minister van NH tekst en uitleg geven. Als men bepaalde zaken ziet, dan wil men ook nader geïnformeerd worden om eventueel die zorgen weg te halen. Dus wat mij betreft roep ik op dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen zo spoedig mogelijk hier naartoe komt om tekst en uitleg te geven. Verder, voorzitter, spelen er bepaalde zaken daar in het meer, en u weet, we praten over het meer, die impact kunnen hebben op het hele land. We praten over onder andere de illegale goudwinning en dergelijke. Bij de hulpdammen, waarbij men bezig is goud te winnen en dergelijke, met alle consequenties van die als het verkeerd loopt. Voorzitter, ik ben er mee eens, ik ondersteun ook, want we hebben in commissieverband daarover gesproken, dat er zo spoedig mogelijk vanuit het parlement maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat we de zaken daar beschermen. Rusland vindt dat er een zero tolerance beleid gevoerd moet worden bij de dam. En ieder die daar activiteiten uitvoert moet aangepakt worden. De NPS-fractieleider vreest dat de consequenties niet te overzien zijn als het bij de dam verkeerd afloopt.